video. En vandaag zit ik met niemand minder dan... Rutger! Hoi allemaal! En wat we vandaag gaan doen is best wel leuk. Vorig jaar hebben we een action cadeau challenge gedaan. Mm-hmm. En vandaag gaan we eigenlijk weer iets action gerelateerd doen. Mm-hmm. Wat ga ik namelijk doen? Mijn ene gezicht ga ik opmaken met alleen maar action producten. En de andere kant van mijn gezicht met allemaal high-end producten. Vervolgens is dan Rutger om te raden wat de action kant is. En wat spannend! Een actievideo dus. Ja! Een actievideo! Heel spectaculair! Okay. Ik ben heel benieuwd of je het benieuwd als je dan zeg maar misschien een beetje kan schatten wat de ene helft kost en wat de andere helft kost. Ja. Ja? Okay. Dus jij een inschatting maakt van hoe duur de ene helft is en de andere helft. Ja, dat zal ik doen. Ja, dat is leuk. Ja, oké. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd. Maar je inschatting maken hoe duur de action versie is en hoe duur de high-end versie is. Ja. Ik ben ook heel benieuwd hoe het gaat lukken. Ja. Ja. Nou ja, ik zal niet spieken terwijl... Nee. Voor alle informatie, ik heb nu al zeg maar een basislaag zeg maar op. Dus dat is het niet. Alleen oogschaduw en blush. En we gaan eerst een natuurlijke look maken. Dus eerst een everyday look. En daarna gaan we een avondlook maken. Oké. Nou, ik ben heel benieuwd. Oké, tijd om de eerste look te maken. Yes. Oké, ik heb verschillende spulletjes bij de Action gehaald. Zo heb ik hier bijvoorbeeld een oogschaduwpalet. De prijs zal ik even in het beeldscherm neerzetten, zodat je weet hoe duur het allemaal is. En deze zag echt best wel goed uit, zoals je ziet. Tadaa! Perfect om een dagelijkse look mee te maken en een avondlook. Maar dan heb ik hier een highlight palet. Het enige nadeel is dat we bij de Action nog geen stickertjes op hebben, waardoor ze eigenlijk al open zijn gemaakt. En sommige mensen al wat zwartjes hebben gemaakt. Ik heb ook nog een blush gevonden, die heel erg mooi is. Daar ga ik allereerst terug naar de dagelijkse look mee maken. De rechterkant wordt de action kant. Dus laten we hiermee beginnen. De bruin tint die ik hierin gebruik. Dus eigenlijk een mix van deze. En ik ga hiervoor inderdaad de mat een lichte kleur aanbrengen op mijn ooglid. En een donkere kleur in mijn crease. Een vrij makkelijke look eigenlijk. Maar het is puur om te kijken of je echt verschil ziet in kwaliteit. Nu jongens, laat ik alvast even disclaimen. Ik maak nooit beauty tutorials. Ik vind make-up leuk. Maar ik ben geen make-up heldin zoals Nyx tutorials. Marcia. Dus mocht het nou niet zo pro zijn als hun... Heb die verwachting ook niet van mij. Maar ik vind make-up wel heel erg leuk. Oké, ik heb nu een lichte kleur aangebracht. Dan ga ik nog wat in de crease doen. Oké, deze oog is opgemaakt. Hij is niet heel zwaar opgemaakt. Wat ik toch even qua pigment is hij oké. Niet super. Ik zou hem denk ik een 7 geven, wat voor de prijs echt best wel goed is. Maar ik heb nog wat anders. Ik heb nog wat eyeliner, die ga ik opdoen. En nog wat blush en dergelijke. Blush. Dit is een best wel heftige blush, dus ik ga hier ook niet al te veel van opdoen. Omdat die anders waarschijnlijk heel heftig is. Qua pigment is hij echt super goed. Nog wat highlighter. Kijk, het zijn echt best wel mooie kleuren die ze hier zo hebben. Dus ik ga voor deze hier, die vind ik wel heel mooi. Wow, wow, die is goed. Ik heb nog deze lipgloss en lipstick in één gevonden bij de Action. Die ga ik ook nog gebruiken. Kijk, zo. Het is een best wel nude kleur. Oei. Oeh. Vrij heavy. Hier zie je niet heel veel van, heb ik het idee. Ja, het wordt een beetje een gek kleur dit. Dit was de enige kleur die ze nog hadden, maar het is een beetje gelig. Nee, ik denk dat deze kleur geen goede keuze is. Dus ik ga hem er even afhalen. Gelukkig kom ik wel deze hele schattige kerstbolletjes tegen. En hier zitten twee kleurtjes in. Een rode en een donkerrode. Dus ga ik deze proberen. Kijken of deze iets beter zijn, want die vorige kleur die staat mij gewoon zo goed. Dan ga ik voor deze rood. Een fel rode. Wat wel mooi, want deze is wel... Het is een beetje lipbalmachtig. Ja, het is ook een lipbalm, dus hij is niet heel heftig. Wat bij deze wel heel mooi is. Dit is dan de action kant, die is klaar. Het is een vrij simpele look wat ik ervan heb gedaan. Wat oogschaduw, wenkbrauw een beetje gedaan. Wat highlighter, blush en wat... Met lippen. Deze look komt in totaal uit op ongeveer 8 euro. Tijd voor de andere kant. Voor deze kant gebruik ik even mijn favoriete paletten van Charlotte Tilbury. Uit mijn hoofd kost dit palet alleen maar 80 euro. Welke wel heel duur is. Maar ik vind hem wel heel erg mooi. Zoals je ziet heeft dit palet echt een heel mooie kant voor dagelijkse make-up en voor avondmake-up. Dus ik ga nu met deze kant beginnen. En dan ga ik straks ook die kant doen. En qua look ga ik eigenlijk iets heel erg soortgelijks maken. Dus op mijn ooglid gewoon een lichte kleur en dan een crease en wat bruinere tint. Het is heel gek om weer eigenlijk een soort van make-up video op te nemen. Want ik heb al heel lang geen make-up video opgenomen. Dit is ook echt niet mijn specialiteit. Laat ik dat voorop stellen. Jongens. Dan gebruik ik van Urban Decay nog eigenlijk dat highlight. Voor de Urban Decay gebruik ik nog de highlighter en nog een blush daarvan. Zo.
En dan voor mijn lippen gebruik ik ook nog een Charlotte Tilbury. En daarvoor gebruik ik deze kleur. Dus ook een wat roodachtigere tint. En dan ben ik klaar. Zoals je ziet, ziet het er best wel goed uit. Ik zou zelf echt het verschil niet kunnen zien. Het is een vrij simpele look. Ik heb wel foundation en concealer natuurlijk weggelaten. Dat maakt wel wat verschil uit. Maar qua oogschaduw en highlight en dergelijke. Ja, best wel goed eigenlijk. Dit is de dure kant. En dit is de goedkope kant. Dus tijd om aan Rutger te vragen of hij ook verschil ziet. En of hij kan raden hoe duur elke kant is. Eén kant is action en één kant is duurder. Hé, nou, het is bijna niet te zien. Wacht, ik zie bij je lip... Welk kleurverschil? Ja, iets kleurverschil. En de ene die zit soort van wat... Hoe zeg je dat? Effen en de andere... Ik wil niet zeggen dat het klontert, maar je ziet een beetje dingetjes erin. Ik weet niet of dat bij goedkope wat meer is. Bij welke kant zie je? Hier zo. Dan zie je een beetje losse stukjes of zo. Oh, dat kan wel. Oh, dat weet ik eigenlijk. Oh. Misschien omdat het te duur is, of het goed ja, het goedkoper. En bij je ogen valt me op, deze kant glittert iets meer. Dus misschien dat daar wat meer glitters in zitten. Ja, is dat dan duurder? Is dat... Nou, het is bijna niet te zien, het verschil. Nee, vooral alleen bij mijn lippen zie je een beetje verschil. Ja. Oké, okay, als ik moet kiezen... Het zijn vooral de ogen die zijn opgemaakt. Dan denk ik dat deze kant de dure kant is. En waarom denk je dat? Ja, dan omdat hij wat mooier glittert, voor mijn gevoel. Ik vind het een mooiere glans. En heb je ook hier gedaan, ja. Kijk, de andere kant. Ja, het glimt allemaal net wat meer. Het is wat mooier. Wat deze kant ook. Ja. Oké, okay, en dan denk ik, maar dat zijn meerdere dingen, zeg €90, alles bij elkaar. Ja. Nou, ik weet zelf de prijs ook niet uit mijn hoofd precies, maar als ik hem gok, de lipstick zijn €30. Het oogschaduwpalet is volgens mij nog €80. €80! Ja, de highlight kit is volgens mij €40, zoiets. Wow. En dan... En de eyeliner is volgens mij €10. Ja, dat okay. Heb ik erop gedaan. Dus dan zit je op... Nee, en de action... Oh, maar had ik het goed? Was oh, ja, je had het goed! Ik zat al echt minuten in spanning. Ja, nee. Ik dacht, je bouwt het op. Dit is de dure kant inderdaad, ja. Oh, en dit yes. Is de action kant. Oké. Okay. Ja, nou, het is dat ik echt zeg maar het onder een microscoop ging leggen, ja. Maar... Je zou het echt niet zien, hè? Je zou het voor de prijs... Want ik was er ook niet. Hoeveel was je ongeveer voor de action, denk je, kwijt? Middel €10. Volgens mij ongeveer 10, wow. €8. Maar misschien, ik kan me wel voorstellen dat zeg maar met zo'n duur product het voelt waarschijnlijk wel fijner of zo. Ja. Het is wel mooier en ja, dan voel je er zelf misschien fijner bij. Die glitter maakt wel echt heel veel verschil. Ja, ik had dat zie je ook gedaan. Echt. Dat was oh. Wel zo. Maar ik dacht wel, wow, €2,50 voor een oogschaduwpalet ja. In vergelijking met €80. Ja, nee, dan zou ik wel echt de action nemen, ja. Stiekem. Ja, ja, ja die is toch? Wel goed. Zoals we net zitten, inderdaad weer een basis op foundation, concealer hou ik hetzelfde. Anders zie je inderdaad heel veel verschil qua kleur. Maar ik houd inderdaad het verschil in smokey eyes en lipstick en bronzer en blush en dergelijke. Maar ik ga beginnen weer met hetzelfde palet, alleen ga ik nu aan de slag met de... Donkere kleuren. En dan ben ik alweer klaar. Dus dit is de action kant en dit is de high-end kant. Zoals ik net al zei, blijft het natuurlijk oogschaduw. Inderdaad wat lipstick en een beetje blush en highlight om het verschil te maken. Maar ik vind zelf dat voor het prijsverschil het er echt ook heel goed uit gaat zien. En ik ben heel benieuwd wat Rutger ook gaat zien ervan. Ik zou het echt niet weten deze keer. Nee, ik kijk ondertussen in de spiegel, maar ik vind het echt goed uitzien. Ik vind deze kleur van de Action zelfs net iets mooier, omdat ze net wat warmer zijn. Wauw, oké. Okay. Echt. Mooi. Oh, dit is nu al moeilijk, zie ik. Wauw, je hebt het heel mooi gedaan. Oh, dankjewel. Oké. Okay. Het is niet veel verschil voor mijn gevoel, maar... Nou, jawel, het is wat... Ja, qua kleuren. Ja, het is wat intenser. Ja. Oké, okay, doe je ogen even dicht. Deze kant is zeg maar iets rodiger. Hoe zeg je dat? Wat meer...
Roze. Ja, wat warmer. Dat wilde ik. En dit is wat koeler. Ja. Hier zit weer echt meer glitter dan daar. Zou dat dan weer betekenen dat dat de dure kant is? Ik weet niet of glitter per se duur betekent. Nee, maar daarnet wel. Ja, net wel. Doe ze nog eens dicht. Oké. En weer een beetje. Oké. Oh, echt lastig. Nu weet ik het gewoon echt niet. Nee, want nu zijn lippen zijn echt gewoon, nou, hetzelfde. Bijna. De kleur is wel, is echt net iets anders, net maar iets qua, anders. Qua structuur ziet het er gewoon even mooi uit. Oké, ik denk dat ik het door je lippen ga zien. Want ik vind die kleur aan deze kant, vind ik net wat bijzonderder of zo. Dat dit de dure kant is. Ja, dat denk ik nu. En dat dit toch de kant is. Ja. Het is net andersom. Ja, dat denk ik. Het is hetzelfde. Echt? Oh nee! Het is echt weinig verschil, hè? Ik zit er ook echt van te kijken. Ja, ik denk dat jij al je dure make-up gaat verkopen na deze video. Maar ik vind het echt... Ja. En is het ook even fijn met opbrengen? Maakt het nog uit dat je denkt... Nou, ik heb het gevoel dat ik voor de oogschaduw hiervan net iets meer moest gebruiken. Oh, ja. Maar minder echt, gepigmenteerd. 10% meer of zo. Oh. 20%. Dus okay. Niet veel. Ik was heel trots dat ik wist wat het was. Ja, nee, maar ja, gepigmenteerd. Ja, dat is een goede woord. Alsof je met een vriendin praat. Ja, klopt. Nee, heel goed gezegd. Yes. Ja, nee, ik ben echt... Okay. Ik ben echt verrast. Jongen. Zou het verschil echt niet zien? Ik denk dat de meeste jongens het verschil tussen action make-up en dure make-up echt niet zien. Nee, dus mocht je een date hebben met een leuke jongen, dat je denkt, don't worry. Dat was het dan. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Op Rutgers kanaal hebben we ook nog een video opgenomen. Die echt heel erg leuk is geworden. Waarin we eigenlijk een Wat Ja, en je komt Jami wel eventjes op een andere manier te leren kennen. Ik weet niet of het goede zin was, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja, echt al mijn WhatsApp geheimen, die werden echt getrafeld. Dat ook. Ja. En ook mijn verleden. Ja. Dat, ik maak me een beetje zorgen. Ja. Maar check die ook even. Een linkje daarvan beneden. Die is ook heel erg leuk geworden. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei. Doeg.